is de rejarig hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. Jee, yeah, we zijn bezig met Zenor. Alles op prettig. En daarom is Joey zo blij. Nou mensen, welkom bij Volgens met Joey. Vandaag gaan we Zenor inbouwen op een verjaardag. Fucking dom, ouwe. Was ik maar 19, ouwe. Oké, de mensen. In deze scooter gaan wij Xenon bouwen. En dat doen wij omdat jullie het gevraagd hebben. Als eerst ga ik demonteren het windscherm, wederom de spiegels en de stuurkap voor. Deze moet er ook af, want we moeten gelijk gewoon direct spanning hebben. Dus ik pak deze tekst uit 17. 17. We gaan de binnenkap er even afhalen. En dan gaan we een broodje eten. Broodjes! Very nice. Het lijkt wel Mr. Flatbeat. De OZO. We now can start with assembling this Xenon. Kom mee. Kom mee. Dit is Xenon. Hier, hij loopt gewoon te puffen hier al, jongen. Je lult. Maar jij hebt een puff teken, hè? Wie jij? Schei uit, man. Oké, okay, kom op. High intensity discharge headlamp. We hebben dit deel. Kijk maar. Dit noemen ze de controller. Van de plus en de min. En dan de controller. Dit is de lamp. Die mag je nooit bij de lamp vasthouden en dan gaat hij stuk. En bij deze kit heb je een paar klemmetjes waardoor we op diverse koplampen kan monteren. En ik heb deze nodig. Hier doe je bovenop. Hier zo. En dan kan je hem via één positie erin. En dat is zo. Oké. Okay. Tik hem heel even na. Zo. Zo is hij super vast. Hij zit super recht in het midden. En ik ga nu de rubberen kap hier overheen doen. Dan is die nog extra gelokt. Ik moet eventjes een gleufje knippen. Ik zie een hoofdje, ik zie een hoofdje. En hij is eruit. Oké, okay, let op. Dat is 1. En dat is 2. En dan nu nummer 3. Keurig! Keurig! Hij kan ook op een Vespa en op allerlei andere fittingen. En we hebben de koplamp. Nu ga ik je laten zien hoe dit aangesloten is. Het lijkt ingewikkeld, is het totaal niet. Ik ga het je laten zien. Hieraan zitten de draden van de koplamp. Die hebben we hier gemonteerd met een heel kort draadje. Dus die moet een beetje dicht bij het stuur komen. Dus we hebben hem hier vast met een tie-up, dus geboord in het frame. Tie-up. Hier. We hebben hier nog heel veel draad. Die hebben we mooi compact aan elkaar getied, zodat het niet helemaal losloopt allemaal. Oké, okay, hier hebben wij de ballast gemonteerd. Vast aan de spanningsregelaar, dat hij niet kan bewegen of los kan komen. Dus hier zit het ook hartstikke goed vast nu. We hebben hem hier tussen geschoven. Met de tie-rip hebben we hem vastgezet. Goed vastzetten. Straks speelt hij los, dat wil je niet. Daar houden we een paar stekkers over. De eerste zijn de plus en de min. Dit zijn de plus en de min draad. Die normaal gesproken op de accu gaan. Maar in het geval van Vespa is de witte draad direct spanning. En de zwarte draad massa. Dus in plaats van helemaal naar de accu te trekken aan de achterkant, kon ik hem hier in contactslot monteren. Ik heb het op zo'n manier gemonteerd dat we ook niet hoeven te knippen in de draadboom. Waardoor als je het weer gedemonteerd wil hebben, het heel veilig en schoon kan zonder schade. Dus ik heb mannetjes gemonteerd aan de kabel. Dit is de plus, die is op de witte draad. En dit is de min, de zwarte is op de zwarte draad. En dan plug je zo het mannetje tussen de huidige stekker. Nou, die sluiten dan aan. En dan heb je in ieder geval spanning. Probeer het. Even langs de Joe's verjaardag. Leuk, hè? Ja. 19 geworden, hè? Ja, dat is 17. Dan hebben we de koplamp. Daar lopen 3 stekkers uit. En dan is het echt 3 stekkers aansluiten. Je kan dit niet fout doen. En waarom kan het niet? Omdat het gewoon 3 verschillende stekkers zijn. Deze op deze, deze. Deze. En dat zijn de enigste 3 stekkers waarmee je het koplampje met het hele mechanisme verbindt. Meer is het niet. Wat ik belangrijk vind, is dat de bedrading zo vrij als mogelijk loopt. Niet te lang, niet te kort, waardoor het dus ook wanneer je stuurt niet onder spanning staat. En dan krijg ik de stuurkap erop, dus dat ga ik nu even doen. Dan hebben we nu nog 1 draad over, of eigenlijk 2, maar ik gebruik er 1 en ik zal uitleggen waarom. Dat zijn de groot en de klein licht draad. Dus als je met het knopje aangeeft, ik wil groot, of ik wil klein licht. Die 2 draadjes ga ik nu aansluiten. En daar doe ik er expres maar 1 van. En waarom doe ik er maar 1 van, mensen? Als je 1 van die draadjes aansluit, dan kan je dus je licht aan of uit hebben. Dat is heel belangrijk voor het starten of uitzetten van je scooter. Want als je scooter start met de verlichting aan,
heb je kans dat hij doorbrandt. En als je hem uitzet met de verlichting aan, heb je ook kans dat hij doorbrandt. Dit was de oude aansluiting. Zo. En dan heb je hier je massa, je groot en je klein licht, of je klein en je groot licht, een van de twee. In ieder geval dat dus. En wat we doen, op deze stekker moet een van die twee draadjes aangesloten worden, of allebei. Dit is groot en klein licht die van de xenon komen. En die heb ik alleen aangesloten op klein licht. Hoe heb ik dat gedaan? Je slaat hem aan met, volgens mij heet dit een scotchblok? Scotchblok. Dit is een scotchblok. Als je hier twee draden doorheen doet en je knijpt hem dicht, dan zijn ze allebei aan elkaar verbonden. En zo hoef je dus ook weer niet te knippen in je draadboom. En dat voorkomt schade in de toekomst als je gaat demonteren. Helemaal top. En dan heb ik het laatste aangesloten. Dat was die. Op groot licht staat die uit, want ik heb hem op klein licht aangesloten. Dus ik druk hem op groot licht. Xenon uit, contact aan. Starten. Nu staat er nog geen verlichting aan. Laat hem heel even draaien, spanning opbouwen. En dan, zo meteen, zet ik hem aan. En dan hebben we licht. 1, 2, 3. En dan gaat het een beetje opwarmen en dan heb je beestachtig licht. En dan is de bedoeling, als je je scooter weer uitzet, dat je als eerst het lampje weer, dat je de lamp uitschakelt. Uitgeschakeld. En dan pas uit. Want dan heb je kans dat hij dus niet kapot gaat. En dat is fucking goed. Mensen, heel belangrijk. De Xenon is ook in verschillende kleuren te koop, hè? Dus dan geeft hij bijvoorbeeld geel licht, of paars licht, of roze licht, of blauw licht. Wij hebben gekozen voor 8000K, dat is heel wit. Ziet er alsnog een beetje blauwig uit trouwens, maar dat is allemaal mooi. Maar let op, als je gaat bestellen, dat je de juiste K bestelt van wat jij mooi vindt. Dus paars, geel, roze, groen, denk van wat, kies de juiste kleur. Een belangrijk detail is, als je hem aansluit, het liefst op klein licht, let op de positie hoe de lamp schijnt. Want als hij zo schijnt, dan verblind je iedereen, dat is hartstikke kut. Het afstellen van je lamp kan je vaak vooraan de lamp doen, aan de onderkant. In dit geval met een hele grote kruiskop, hier. Maar bij andere scooters kan het ook een platkop zijn, of misschien van de binnenkant. In ieder geval, stel hem even af, want je verblindt mensen echt als je met deze lamp zo rijdt. Ik hoop dat jullie heel veel gaan hebben aan dit filmpje. Waar is Xenon te koop? Geen idee, ik heb het gehad. Dus kijk even gewoon op internet, zoek een mooi kitje, het liefst zo compact mogelijk. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Het liken, delen en sharen van deze video. Volg ons ook op YouTube en Facebook. En abonneer. En vergeet niet te liken, hè. Ik zeg het nu rustig. Een balk, rem op lucht. Zo, en dan flikkert het roze.